Hey, welkom bij een nieuwe video. Als professionele sporter train je natuurlijk erg hard en vooral tijdens belangrijke wedstrijden moet je zeer gefocust zijn. Vandaag ga ik je 20 momenten laten zien van atleten die te vroeg juichen en hierdoor dus de competitie verloren. Ik heb geprobeerd om momenten te vinden van verschillende sporten, dus pak er wat eten en drinken bij en veel plezier met het bekijken van het filmpje. Ben jij nieuw op dit kanaal en hou je van top 10-achtige video's over allerlei soorten onderwerpen? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. Doe ook even een duimpje omhoog als je zin hebt in deze video. Nummer 20. In 2012 was er een skiwedstrijd in Sklarska Poryba, een stad in Polen. Nikolaj Morilov was ver op kop en besloot alvast te juichen en zag dus niet zijn tegenstander Devon Kershaw dichterbij komen en op een gegeven moment vlak achter hem zat. Doordat Nikolaj zijn handen in de lucht gooide om te juichen, vertraagde hij zichzelf, zodat Devon dus net met zijn ene ski eerder over de finish heen gaat en dus de wedstrijd wint. Nummer 19. In 2016 speelden de Golden State Warriors een basketbalwedstrijd tegen de Dallas Mavericks. Een speler paast de bal naar een wijd open Steph Curry en in plaats van dat hij het schot neemt, besluit hij de bal te pasen naar Klay Thompson die al loopt te juichen. De bal werd dus tegen hem aangegooid en hierdoor raakte hij waarschijnlijk nerveus of verward en gooit daarna de bal klunzig out of bounds, wat grappige beelden oplevert. Nummer 18. Tijdens een 10.000 meter hardloopwedstrijd van de IAAF World Athletics in 2015 Beijing besloot een Amerikaanse atleet genaamd Molly Huddle te juichen vlak voor de finish omdat ze dacht dat ze de bronzen medaille had gewonnen. Wat ze echter niet zag is dat er iemand vlak achter haar rende die 0,09 seconden eerder over de finishlijn heen gaat. Doordat Molly haar handen dus omhoog gooide, rende ze af waardoor ze uiteindelijk vierde werd. Dit moet zeker frustrerend zijn geweest om zo te verliezen. Nummer 17. Tijdens de wereldkampioenschappen snooker in 2012 speelt Mark Allen, een bekende speler uit het Verenigd Koninkrijk, tegen de Chinese speler Cao Yupeng. Je zal niet snel verwachten dat iemand te vroeg juicht in deze sport, maar toen Mark de zwarte bal in de pocket zag gaan, was hij er zeker van dat hij had gewonnen. Hij realiseert zich een aantal seconden later dat de witte speelbal ook in de pocket gaat, waardoor hij de wedstrijd dus verliest. Nummer 16. In 2013 rijdt Megan Rutledge op kop in een motocrosswedstrijd voor dames bij de X Games. Bij de laatste sprong gooit ze haar vuist in de lucht en begint te juichen. Doordat ze dit deed raakte ze waarschijnlijk in paniek en kon ze niet op tijd het stuur vastpakken om veilig te landen. Door dit pijnlijke moment rijdt Vicky Golden haar voorbij en wint ze goud waardoor Megan uiteindelijk zilver pakt. Nummer 15. In deze video zien we de wereldkampioenschappen volleybal op 23 februari 2017 voor dames. Dynamo Moskou uit Rusland is een van de meest succesvolle clubs, maar in dit geval onderschatten ze de tegenstander. Door een goede play dachten de spelers dat de bal niet meer te halen zou zijn. Maar de Braziliaanse volleybalspeler Fabiola was slim genoeg om haar voet te gebruiken. Maar de tegenstander was al aan het juichen, waardoor ze het punt verloren. Nummer 14. De Ironman is een van de zwaarste competities waarin deelnemers moeten zwemmen, fietsen en hardlopen. Voor velen is een gewone marathon al moeilijk genoeg, maar dit vergt enorm veel training. Meestal kom je dan ook kapot aan bij de finish, zo ook deze man. Maar hij besloot vlak voor de finish zijn overwinning alvast te vieren door in de lucht te springen van blijdschap. Helaas ging hij een meter voor de finish door zijn enkel en verliest hierdoor de bijna 10 uur durende wedstrijd. Nummer 13. Tijdens een kartrace in 2015 besluit degene op kop zijn vingertje in de lucht te doen om aan te geven dat hij gaat winnen. Maar dit was een domme fout van hem, want vlak achter hem zat zijn tegenstander die hem vlak voor de finish nog even inhaalt en dus de wedstrijd wint. Dit is dus een goede les om je tegenstanders altijd in de gaten te houden. Of als dat niet kan, pas te juichen als je daadwerkelijk hebt gewonnen. Nummer 12. In deze video zien we een MMA gevecht tussen Joe Harding en Joan Sega. Joe in de rode handschoenen stond ver voor en liep de hele tijd een show te geven en liep zijn tegenstander een beetje te treiteren. Op een gegeven moment kijkt hij even weg om zich weer uit te sloven en wordt daarna recht in het gezicht geraakt door Joan. Dit was een erg domme fout van Joe, want hij was aan het winnen en er waren nog maar een aantal minuten resterend. Nummer 11. Tijdens deze voetbalwedstrijd tussen Liverpool en Manchester United wordt de bal op de bovenkant van het doel geschoten. De keeper denkt dat de bal uitgaat, maar de voetbal stuiterde terug het veld in waardoor Wayne Rooney een open doel heeft om te scoren. De keeper gooide zijn handen omhoog om een beetje te vieren dat de bal dus misging. Maar dit was ook gewoon een pechmomentje. Nummer 10.
In deze video zien we een mascotte genaamd Freeze die deel uitmaakt van de Atlanta Braves, een honkbalteam uit Atlanta, Georgia. De mascotte is er bekend omdat hij ontzettend snel is. Een fan besluit er tegen hem op te nemen en krijgt ook nog eens een voorsprong. Hij besluit dus al te juichen voordat hij de finish heeft bereikt, waarop Freeze hem inhaalt. Nummer 9. Adam Tupalik is een wielrenner die deelnam aan de wereldkampioenschap veldrijden van 2016. Hij zet de sprint in en weet als eerste over de finish heen te gaan. Maar wat hij niet beseft is dat er nog een ronde gereden moet worden. Hij juichte dus te vroeg en de fans schreeuwen naar hem dat hij nog een ronde moet rijden. Het knappe is wel dat hij helemaal terug wist te komen en alsnog tweede wist te worden. Maar dit kostte hem helaas wel de wereldtitel. Nummer 8. Kalen Clay is een Amerikaanse voetbalspeler die toenertijd speelde voor het college team van Utah. Een medespeler paast hem de bal en hij weet met een ongelofelijke snelheid een touchdown te scoren. De touchdown telde echter niet, want hij gooide de bal vlak voor de lijn op de grond. Hierdoor pakt de tegenstander de bal op en rennen ze naar de andere kant van het veld en scoren ze de bal terwijl Kalen en de twee andere spelers aan het juichen zijn. Nummer 7. Tijdens de 2011 wereldkampioenschappen skileren in Guarne, Colombia, juicht een deelnemer met de naam Alex Cuyafanta al ver voordat hij de finish bereikt. Hij kijkt nog één keertje om, maar daarna is hij er zo zeker van dat hij wint dat hij geen moeite meer doet om achterom te kijken. Een Chinese deelnemer weet dus op een fractie van een seconde Alex in te halen en dus de wedstrijd te winnen. Dit moment wordt ook gezien als een van de grootste faalmomenten in de geschiedenis van het skileren. Nummer 6. Velen van jullie zullen dit moment wel kennen van Usain Bolt tijdens de Olympische Spelen van Beijing in 2008, waarin hij 3 wereldrecords weet te verbreken, waaronder de 100 meter. In 2015 was er echter een renwedstrijd waarin een deelnemer met de naam Tanguy Papiot het publiek aanmoedigt om voor hem te juichen. Hij neemt geen eens de moeite om even achterom te kijken. En omdat hij ver van tevoren juicht, vertraagt hij zichzelf, waardoor Meyron Simon er met de overwinning er vandoor gaat. Nummer 5. Lindsay Jacobellis is een Amerikaanse snowboardster die tijdens de Olympische Winterspelen in Turin ver voorop lag. Het enige wat ze hoefde te doen was op haar snowboard te blijven en over de finishlijn te glijden. Nummer 4. In 2019 werd er een tenniswedstrijd gehouden tussen Frances Tiafoe en Daniil Medvedev. Na deze ongelofelijke rally lijkt het erop dat Frances het punt lijkt te winnen. Dit dacht hij zelf dus ook en hij besloot al te juichen. Maar Medvedev weet de bal nog te halen en wint dus het punt. Aan Frances zijn gezicht te zien kan hij het niet geloven dat hij het punt heeft verloren. Nummer 3. Of gamen een sport is, verschilt nogal eens per mening. Ik persoonlijk vind dat gamen gezien mag worden als een sport. Daarom heb ik besloten dit moment ook op dit lijstje te zetten. In deze video zien we 2 Japanse gamers vechten om de win tijdens de EVO 2015, een groot internationaal toernooi. Eén van de spelers denkt te hebben gewonnen en staat op om te juichen. Maar het potje was nog niet over en de andere gamer maakt gebruik van de situatie en wint de game. Nummer 2. In deze video zien we de wereldkampioenschappen klimmen. Ik weet niet zoveel van deze sport af, maar de deelnemer met de naam Manuel Cornu juicht iets te vroeg waardoor hij zijn grip verliest. Ik vond dit moment vrij apart, dus had ik het besloten toe te voegen aan dit lijstje. Ik weet niet of hij hierdoor heeft verloren, maar dit waren wel de finales, dus ik denk dat hij sowieso punten heeft verloren hierdoor. Nummer 1. Riccardo Russo is een Italiaanse motocoureur die in 2012 denkt dat hij gewonnen heeft en begint te juichen. Wanneer de andere motocoureurs langs hem rijden, lijkt hij nog steeds niet te snappen dat hij nog een ronde moet rijden. Dit moet zeker een pijnlijk moment voor hem zijn geweest, want hij kon de anderen natuurlijk nooit meer inhalen. Dit is dus zeker een grote fout wat hem de overwinning heeft gekost. Wat vond jij het grappigste moment in deze video? Laat het me weten in de reacties. Als je het een leuke video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.